Hey Marta. Ja? Je gaat stoppen, hè? Mm-hmm. Ik had eerder geschreven dat je ging verdwijnen, dat vind jij vervelend wordt. Ja. Want helemaal verdwijnen ga je niet, maar je gaat wel stoppen. Na hoeveel jaar? Ietsje meer dan 22. Ja, dat is toch heel lang, hè? Ja. Je bent al vanaf 88 in Middelburg aan het werk, ja. Zelfs in deze zaak. Ja. En, maar wat ga je nu doen? Want dat is natuurlijk, want je hebt de zaak verkocht. Hè? Ja. Maar wat ga je dan nu doen? Eerst wil ik even uitrusten, na al die jaren. Eigenlijk, ik zit hier meer dan 22 jaar, maar in de horeca zit ik 30 jaar. Ik wil even uitrusten tot met de zomer en daarna ga ik beslissen of mijn kinderen natuurlijk genieten. En vooral mijn kleine Nico, daar wil ik van genieten. En daarna, in de zomer, dan ga ik beslissen wat ik eigenlijk ga doen. Ja, maar je gaat nog niet, je gaat niet helemaal stoppen. Tuurlijk niet, dat geloof je toch niet. Dan ben ik nog veel te jong. Juist, ik ben veel te jong. Ik heb nog genoeg energie. En ik heb heel veel mensen hier, heel veel vrienden, heel veel gasten. Die wil ik helemaal niet teleurstellen. En nou, dan toch hier zitten. Van, je wil ze graag bedanken. Ja. Dat is een mooie gelegenheid. Wat wil je nog zeggen tegen de klanten en vrienden van afgelopen jaar? Ik zal alleen maar ik heb alleen maar goede herinneringen hier binnen. Ik heb wel zware ook momenten gehad. Maar momenteel, ik denk en in mijn hoofd zit alleen maar de beste herinnering voor ooit. Altijd alleen maar een mooie herinnering heb ik. Ik wil eigenlijk mijn gasten echt heel erg bedanken. Van harte bedanken. Voor al die jaar, voor al die steun die hebben ze mij, mijn gezin, mijn zaak gedaan. En sommigen die komen hier en ze zeggen tegen mij, Marta, waar zullen we gaan eten? En ze vinden dat ik eigenlijk de hart van de Grieken was in Middelburg. Die gevoel heb ik ook. Maar ik laat mijn gasten en mijn vrienden, ik laat in hele goede handen. Er zijn nog twee hele goede restaurants hier. Die werken op hun eigen manier. Onassis en Costas. Onassis en Costas. En ze hoeven helemaal niet bang te zijn. Ze hebben zo lekker eten. Grieks eten kan je nog prima. Precies. Nou, dat komt precies allemaal. Hey, maar en na al die jaren is Middelburg ook een beetje je thuisplek geworden? Zeker. Ja, voor je thuis, ja. Jazeker. Dus mijn kinderen zijn hier geboren. Ik ben met mijn man hier gekomen. Ja, natuurlijk ook de scheiding. Ja. Maar oké, de laatste 8 jaren waren een beetje zwaar voor mij na mijn scheiding. En met de kinderen probeerde tijd meemaken. De bevalling van mijn jongste zoon. Het was zwaar. Ja. Het is heel zwaar om een zaak alleen te draaien. Anders, als ik eigenlijk had meer hulp, dan was ik. Of als mijn kinderen wouden eigenlijk meedoen, had ik dat nooit gedaan. Dan was ik nog langer hier gebleven. Maar op een moment komt het ook een eind. Ja, het is genoeg. Maar je gaat in ieder geval niet meteen met hangende pookjes terug naar Griekenland. Hè? Nee hoor. Je vindt het hier gewoon fijn. Nee hoor, dat kan niet meer. Ik weet niet, ik ben Grieks. In mijn hart zit Griekenland. Ik brand van binnen. Ik heb de Griekse mentaliteit. Ja, alles. Maar toch. Hoe heet dat? De Griekse. Hoe zeg je dat in het Grieks? De Griekse geest? Spirit? Eliniki psyche. Kijk. Juist, dit. Ah, dat kan ik heel goed nog. Maar ik ben voor mijn 18e in Nederland. Ja. Dus ik heb daar niks te zoeken. Weet je, met ons. Het is zo wat ik daarnet ook zei tegen jou. Wij voelen daar. Buitenlander, wij voelen hier ook eigenlijk buitenlander. Ja, ook, ja. Wij doen ons best, wij werken, wij proberen alles, de Nederlandse cultuur mee te nemen. Maar toch, je zal altijd een vreemdeling blijven, hier en daar. Dat is maar goed, eigenlijk na al die jaren en al die jaren dat jij in Middelburg staat, ben je geen vreemdeling meer in Middelburg. Hè? Dus Marta, we bedanken je, anders wordt het een heel lang filmpje, we kunnen nog heel lang praten. Maar bedankt voor al die jaren en succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel, ik ook bedankt. In iedereen.